Het gebeurt niet vaak dat een gevestigde partij durft te morrelen aan het gezag van de kroon. Het eerste waar ik aan zou denken is dat de koning in Nederland geen deel uitmaakt van de regering. En als je dan toch het koningschap moderniseert, dat je dan ook het lidmaatschap van de Raad van State beëindigt. Dat zijn twee verschillende functies en het hoeft niet per se in één hand. Maar D66-voorstel komt niet uit de lucht vallen. Na een rumoerig jaar van kleine incidenten en grote vraagtekens was het misschien zelfs wel de bal inschieten voor Tom de Graaf. Zijn plannen roepen hevige reacties op. Ik neem aan dat D66 Tom de Graaf een initiatiefwetsvoorstel gaat indienen en dan heeft wat mij betreft de papierversnipper ook nog wat te doen. Zagen aan de poten van het Koningshuis. Dat is wat er gebeurt, al zal niemand het zo uitdrukken. Het gaat duidelijk niet goed. Hè? Er zit een hele tendens nu waarin het Nederlandse volk, om dat voor het gemak maar zo aan te duiden, steeds meer gaat tegenspartelen tegen een echte regerende vorst. En het begint bij ons door te dringen dat ze dat eigenlijk al lang aan het doen is en dat we dat eigenlijk helemaal niet willen. Want wij houden niet van echte regerende vorsten. Wij hebben daar andere gedachten over, denk ik. En wat de Graaf voorstelt, gaat denk ik helemaal in de lijn van wat langzamerhand vrij veel mensen beginnen te vinden. Afgelopen tijd beleefde koningin Beatrix ook publicitair gezien zwaar weer. Het begon met het omstreden IOC-lidmaatschap van Willem-Alexander en het eindigde met een zwaar bekritiseerde vakantie in het Oostenrijk van Jörg Haider. Het is de vorstin zelf die, zo lijkt, de kritiek over zich heeft afgeroepen. Het was haar beslissing. Ik zou het niet gedaan hebben. Maar zij besloot om het te doen. Nou, die ruimte heeft ze. D66-senator Jan Terlouw, ex-commissaris van de Koningin, steunt het voorstel van zijn partijgenoot de Graaf. Is dit een partijstandpunt? Het is niet op een congres besloten dat de Graaf dit zou gaan zeggen. Maar wat ik zo hoor uit de reacties van de partij, wordt dit toch breed gedragen dat het heel goed is dat hij het doet. Al jaren organiseert Beatrix besloten bijeenkomsten om te horen wat er in de samenleving omgaat. Het afgelopen jaar werd duidelijk dat zij deze bijeenkomsten ook gebruikte om haar eigen standpunten te ventileren. Tegenover enkele Kamerleden brak Beatrix een lans voor het gebruik van pepperspray door de Nederlandse politie. Journalisten maken kennis met haar ideeën over de vaderlandse pers. Die is eenzijdig, slordig en onzorgvuldig. Ik vind dat helemaal verkeerd. Dat moet niet zo. Dat botst met moderne ontwikkelingen in de samenleving, in onze samenleving. Dat kan niet. En dan is het vervolgens schrikbarend wat daar kennelijk dan naar buiten kan komen. Want een staatshoofd dat daar beweert, hè, bij die laatste bijeenkomst met die pers, van de media worden geregeerd door de leugen. Nou, het is me een uitspraak. Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid bij het kabinet. Bij wat er gebeurd is. Het kabinet moet zich niet de dienst laten voorschrijven als ze vindt dat dat niet moet. Maar Beatrix kan het zo gek niet maken of het is de verantwoordelijkheid van het kabinet. Zo is het ook precies. Zo is het precies. Er is ministeriële verantwoordelijkheid voor alle uitspraken en daden van het staatshoofd en van het koningshuis. Maar dat is toch ook niet echt het serieus nemen van je eigen koningin? Jawel. De koningin die heeft een bepaalde ruimte. Maar ook een verantwoordelijkheid. En een verantwoordelijkheid. En het zijn ook mensen, de leden van het Koninklijk Huis. En dan is er het optreden van haar eigen echtgenoot Prins Klaus. Als een hofnar legt hij de vingers precies op de gevoelige plek door voor het oog van de camera's met alle conventies te breken. My wife is getting very jittery. Oh, nervous. Hij maakt duidelijk hoe kwetsbaar ons Koningshuis is. Een instituut dat gedreven wordt door perfectionisme en de angst om fouten te maken. Wat Klaus doet is met zijn middelen, maar het komt volgens mij heel diep van binnenuit wat hij daar doet, is Beatrix trekken naar wat hij denkt dat de invulling van hun rol zou moeten zijn en wat zij in ieder geval meer zou moeten spelen. En ik denk dat Klaus heel goed voelt dat hij dat formele van Beatrix, dat fout gaat. Hier bij mij nu Paul Cliteur. Hij is hoogleraar in de rechtsfilosofie in Delft en in Leiden en ook prominent VVD-lid. Meneer Cliteur, laten we even het rijtje afgaan. De troonrede. Door wie zou die volgens u voorgelezen moeten worden? Door de minister-president, zou ik zeggen. Het is een stuk van het kabinet. Dus, En niet door de koningin dus? Ja. Zou er voor de koningin volgens u een rol weggelegd moeten zijn bij de kabinetsformatie, zoals nu? Moeilijk. Ik zou liever een andere constructie hebben, maar ik zou niet zo snel iets beters weten. Maar in feite vindt u het dus
principieel gezien geen rol voor de koningin? Nee, dus niet gelukkig. Nee. En zou u als prominent VVD-lid dan wel het goed vinden dat de koningin bijvoorbeeld de kersttoespraak houdt? Jawel, maar ze moet daar uiterst voorzichtig zijn wat zij daar zegt. Er moet bijvoorbeeld, wie bepaalt dan wat ze zegt daar? De minister. Ze zou hem niet zelf mogen schrijven? Ze mag hem misschien zelf schrijven, maar datgene wat erin gezegd wordt, dat moet eigenlijk volledig sporen met wat de minister voor zijn rekening wil nemen. Wat blijft er dan nog over? Als de koningin de troonrede niet meer leest, als de koningin geen rol meer heeft bij de kabinetsformatie? Nou, heel veel. Ja. Staatshoofd zijn, de eenheid van het land symboliseren, sociale cohesie in het land tot stand brengen. Ah, een symbool wordt ze dan? Ja, maar ornament, een versiering? Ja, maar ornamenten en versieringen zijn heel erg belangrijk. Symbolen trouwens ook. En ceremonies zijn ook eigenlijk heel erg belangrijk. Kijk naar de katholieke kerk. Ik bedoel, de geloofsinhoud die verdampt eigenlijk. Maar er blijft nog een hele hoop aan ceremonie en ritueel over. En dat is voor een hele hoop mensen heel erg belangrijk. Goed. Wij praten daar zometeen ook over verder. En ook wat uw partij, de VVD, precies van uw standpunten vindt. Prima. Maar laten we eerst eens even kijken hoe machtig de koningin eigenlijk is op dit moment. Waarlijk helpen mij God Almachtig. 30 april 1980. Als Beatrix aantreedt is Nederland getekend door een economische recessie en hoge werkloosheidscijfers. De kerk is op zijn retour. Gezag is niet meer wat het was. De vertrekkende koningin, Juliana, is een alleraardigste mevrouw geworden. De koningin! 30 april 1980. Als Beatrix aantreedt weet ze één ding zeker. Ze wil een andere vorstin worden. Vooral zeer professioneel. Ze is op de hoogte, ze zorgt dat ze iedereen kent, ze kent de onderwerpen en ze wenst mee te spreken met gezag door kennis van zaken. Dat doet ze en dat doet ze goed, vind ik. Verder is duidelijk dat ze haar invloed, die niet echt officieel traceerbaar is, toch voortdurend aanwendt om echt een partij te zijn. En meer dan een partij te zijn in wat er in Nederland gebeurt. Op alle punten. Dus niet alleen in een bepaald hoekje, hè, wat haar toebedeeld is. Maar nou juist ook in zedelijk opzicht, oordelen over de pers. En ja, vanuit haar positie, die toch heel veel mensen nog aanspreekt, kan ze op die wijze heel veel invloed uitoefenen en doet dat ook duidelijk. De nieuwe koningin introduceert een heel ander soort koningschap. Zakelijk, eigentijds, voornaam. Ze wil niet alleen een ceremoniële rol, maar een taak met invloed en macht. Die gebruikt ze volgens mij maximaal. Want zo'n persoon is het. Ze heeft een zekere ruimte en die vult ze ook helemaal in. En daar heeft ze gelijk aan. Als men vindt, degene die die grenzen van de macht stellen, dat dat te ver gaat, dan hebben die weer de macht om het in te perken. In het boek De Macht van de Kroon onthult Harry van Wijnen dat Beatrix de benoeming van de minister van Staat heeft tegengehouden. Het gaat om de voormalige minister van Financiën Witteveen. Reden: Witteveen heeft zich ooit kritisch uitgelaten over de financiële huishouding van de Oranjes. Als het waar zou zijn, dan moet je er toch in de eerste plaats het toenmalige kabinet verwijten. Die hadden dat kunnen doordrijven. Dat geldt in het algemeen. Als de koningin iets probeert tegen te houden met succes, terwijl de macht om het tegen te houden bij de ministerraad ligt, dan moet je de ministerraad verwijten als ze het niet tegenhouden. Prinsjesdag 1988, de troonrede. Beatrix zegt dat het milieu schoner geworden is, tot verbazing van iedereen. Twee AD-journalisten onthullen vandaag dat het juist Beatrix was die de zin per se wilde voorlezen. Als het er toch in is gekomen, dan is de minister-president daar volledig verantwoordelijk voor. De koningin mag best bepleiten om het erin te zetten, maar de beslissing ligt bij de minister-president. Dan heeft in dit geval Lubbers zich te veel op sleeptouw laten nemen door Beatrix? Ja, nogmaals, ik heb daar natuurlijk geen oordeel over, maar zoals u het geval schetst, zeg ik ja. Het is bekend dat Lubbers aan het eind van zijn premierschap openlijk twijfelde aan de capaciteiten van Brinkman als zijn opvolger. Maar een raadsel is de betrokkenheid van Beatrix bij dit CDA-drama. Tijdens een uitzending van KRO Brandpunt blijkt dat Lubbers met Beatrix correspondeert over het onderwerp. Een interne CDA-aangelegenheid. Ik vind het prima dat het staatshoofd
een Oranjevorstin is, want dat is historisch zo gegroeid. Maar de regering, dat is een door het volk gekozen orgaan. En het moet natuurlijk niet te ver gaan dat zo'n orgaan zich te veel laat beïnvloeden door erfelijke opvolging op die plaats gekomen staatshoofd. Onder dat mom, en daar zit geen kwade wil achter. Ik bedoel, Beatrix is iemand die wil gewoon keihard werken. Die wil dus een intelligente, slimme vrouw die inhoud wil geven aan haar bestaan. Maar ze is inmiddels op die manier dingen aan het doen die wij eigenlijk helemaal niet bedoelen. En dat begint nu de laatste jaren en in versneld tempo steeds meer door te dringen. Er zijn meer affaires die iets zeggen over de macht van Hare Majesteit. Bijvoorbeeld de affaire rond de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Roel. Het was niet naar de zin van Beatrix dat hij haar staatsbezoek uit Zuid-Afrika al ruim van tevoren had aangekondigd. En ze was ook niet gecharmeerd van Roels buitenechtelijke relatie. De ambassadeur wordt overgeplaatst. Een miljoenenaanschaf, de Victory Boogie Woogie van Mondriaan. In het boek Beatrix van de journalisten Kolen en Kooistra wordt onthuld dat Nederland het schilderij aanschafte omdat Beatrix het wilde. De Nederlandse ambassade in Jordanië. Voormalig minister Van Mierlo versprak zich ooit in het bijzijn van journalisten, waardoor we nu weten waarom die ambassade er is. Namelijk omdat het Nederlandse en het Jordaanse Koningshuis warme betrekkingen onderhouden. Dit lijkt mij duidelijk een voorbeeld van optreden van een staatshoofd dat niet langer op prijs gesteld wordt. En waarvan nu begint door te dringen dat dat soort dingen zijn gebeurd. En dat ze het ook kennelijk tot haar taak rekent om zo te opereren. Want dat is misschien nog wel veel belangrijker. Niet alleen dat het gebeurd is, maar dat zij denkt dat ze dat hoort te doen. Nog steeds hier aanwezig Paul Cliteur, VVD-ideoloog en hoogleraar rechtsfilosofie. Dat voorbeeld van Brinkman. De koningin zou zijn premierschap getorpedeerd hebben, zijn opvolging van Lubbers. Wat vindt u van dat voorbeeld? Nou, als dat waar is, dan vind ik dat veel te ver gaan. Dat vind ik eigenlijk niet iets waar de koningin zich mee zou moeten bemoeien. Ja. Dat is een zaak voor politici en... Andere voorbeelden zijn weer wat onschuldiger. Hè? Een schilderij, een zinnetje wat wel of niet in de troonrede wordt gezet. Vindt u dat net zo belangrijk? Nou, een zinnetje in de troonrede, dat kunnen hele belangrijke zinnetjes zijn. Hè? Dit ging dan over het milieu. Maar ik vind de troonrede moet eigenlijk helemaal de opvattingen van het kabinet weerspiegelen. En daar kan de koningin wat over adviseren. Maar... Het kabinet moet zijn eigen weg gaan. Ja. Maar de vraag is of dat kan. Hè? Want dat bleek net ook al even uit dat standpunt van Terlouw. Formeel is dat natuurlijk juist. Je kunt zeggen dat formeel staatsrechtelijk maakt het eigenlijk niet uit wie de minister adviseert. Dat kan zijn chauffeur zijn in de auto en dat kan de koningin zijn. Dat staat eigenlijk op hetzelfde plan. Maar de verantwoordelijkheid ligt... bij de minister. Maar het is natuurlijk wel zo dat aan een instituut als het koningschap, daar zitten honderden jaren traditie achter. En het is de vraag of het realistisch is om ervan uit te gaan dat elke minister zo sterk in zijn schoenen staat. Ja, want de koningin is natuurlijk ook zo machtig geworden dankzij minister-presidenten en ministers die haar de ruimte hebben gegeven. Ja. Nou zegt u, de koningin moet in feite terug naar die ceremoniële functie. Een symbool. He? Ja, terug. Je zou kunnen zeggen vooruit. Nou omdat... ja, goed hoe je het formuleert. Ja. Krijgt u daarbij nou een beetje steun van uw partij, de VVD? Ik geloof het niet, nee. Als vooralsnog niet. Ik geloof maar, het ook niet, hè? Nou ja, in het verre verleden natuurlijk wel. Het zijn Dijkstel zegt er is geen probleem, dus laten we ook geen probleem maken dan. Nee. Wat vindt u daarvan? Nou ja, in de 19e eeuw waren liberalen die altijd hebben vooropgelopen. Tarbekken en Van Houten in de strijd tegen een... overmatig geaccentueerd koningschap. Dus ja. Liberalen hebben een belangrijke traditie op dat terrein. Maar misschien dus Dijkstal en ook de Veldhuis, die zegt, ook een VVD-Kamerlid is dat... en die zegt, dit voorstel van Tom de Graaf van D66 lijkt nergens naar. Die verloochenen hun afkomst. Hun politieke ideologische uitgangspunten, zou je kunnen zeggen. Ik had het ook niet van D66 verwacht. Want D66 heeft eigenlijk altijd veel plannen over versterken van de directe democratie. Maar over de parlementaire, de indirecte democratie, hebben ze vaak helemaal niet zulke goede voorstellen. En u vindt eigenlijk dat dit aankaarten van de monarchie, dat door de VVD had moeten gebeuren? Ja, het zou eigenlijk... Ja, politiek-ideologisch had dat meer voor de hand gelegen. Ja. Nou bent u een ideoloog van de VVD en een prominent lid. Heeft u het wel aangekaart? Nee.
Waarom ik heb niet? Het niet aangekaart in de zin van... Ik had gisteren een journalist op bezoek van Trouw. En die zei, kan ik niet even langskomen voor een vraaggesprek? En ik had ook helemaal niet verwacht dat dit onderwerp nou niet zo hoog op de niet zo onschuldig, niet zo onschuldig. U bent een belangrijke VVD'er. U heeft een uitgesproken standpunt over dit onderwerp. En het lijkt mij nu alsof u lid bent van de verkeerde partij. Nou, er zijn een hele hoop dingen waar de VVD voor staat. En waar ik het echt mee eens ben. Maar er zijn misschien ook onderdelen. En dit is er dan één van waarvan ik zeg, hier moet de partij nog een beetje bijdraaien, zou ik zeggen. Dat is dan toch weer ruiterlijk toegegeven. Overigens is het natuurlijk niet alleen zo dat VVD-politici hier opeens de kleur van het behang aannemen, nu ze dat goed uitkomt. Mm-hmm. Maar dat andere politieke kopstukken dat ook doen. Hè? Ad Melkert, die laat zich er niet echt over uit van de Partij van de Arbeid. Nee. De Hoop Scheffer, die valt ook meteen over D66 heen. Ja. Vindt u dat hypocriet? Nou, hypocriet vind ik een groot woord. Maar ik kan me wel, laat ik zo zeggen, ik kan me voorstellen dat voor mensen die, bijvoorbeeld mensen die minister zijn geweest en die dus helemaal in dit systeem hebben meegedraaid, dat het voor die mensen moeilijk is om nu helemaal in een termen van een ander systeem te gaan denken. En dat is natuurlijk niet voor de niks. Jongere politici die durven het eigenlijk wel. Ja. Is het een, nou, ook een durf, het is niet zo'n enorme durf, maar het is ook gemakkelijker voor jonge politici. Hè? Is de generatieconflict dit eigenlijk? In een zekere zin zit dat aspect er wel aan. Het zijn mensen rond de 40 en 45 die nog geen minister zijn geweest, zou je kunnen zeggen. Niet in het systeem hebben meegedraaid. En die zeggen van nou, moeten we ook niet wat meer aan de toekomst gaan denken. Aan de toekomstige invulling van het koningschap. Ja. Ik wens u veel succes met uw strijd binnen uw partij. Dank u wel.